Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland, maar af en toe schijnt ook de zon. Vooral in het noorden kan er ook een enkele bui vallen. Het is allemaal licht gespruttel, want het stelt allemaal niet veel voor wat neerslaghoeveelheden betreft. Vanochtend hebben we temperaturen van 11 graden in het oosten tot 13 in het westen. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. Dat blijft die ook vanmiddag en dan lopen de temperaturen op naar 14 tot 16 graden. De meeste wolkenvelden hebben we in het noorden van het land met soms nog een buitje, in het zuiden zien we vaker de zon. Vanavond dan een vrij brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 10 à 13 graden en de wind begint wat af te nemen, zeker in het binnenland. We gaan een paar rustige dagen tegemoet met morgen een matige zuidwestenwind. De temperatuur beklimt al wat verder naar 17 tot 18 graden. Vooral in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. In het binnenland misschien ook een lichte in de middag, maar verder is het overwegend droog. De zon schijnt af en toe. En vrijdag en zaterdag is er veel meer ruimte voor de zon. Vrijdag blijft het droog, zaterdag laat op de dag, waarschijnlijk pas ver in de avond in het westen in een enkele bui. Temperaturen boven de 20 graden. Zonnig niet meer, dan is het 16 graden. En vooral in de ochtend is het grijs en regenachtig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl